Applaus, Arjen Lubach. Wat een lekker publiek. Wat, hebben jullie een leuk weekend gehad? Ja! Ja, fijn. Mensen vragen mij namelijk ook vaak, wat doe jij eigenlijk in het weekend, Arjen? Want ik heb natuurlijk geen show meer op zondag. Nou, wat ik doe, tv kijken. En gisteren zag ik dit. Ja, en ik zat dit te kijken en ik schrok wel een beetje. Ik dacht, mijn god, dit ben ik! Ik over 30 jaar, moet je kijken. Hier, giletje, gimpen. Dezelfde gimpen heeft hij aan. Hij heeft zelfs mijn trappertje. Kijk, daar trappertje, hier. Hier trappertje, precies zo'n trappertje. What the fuck, Ivonie, hè? En heet het programma ook nog Ivo op zondag. Ivo op zondag? Dit voelt alsof een heel oud iemand probeert mijn identiteit te stelen. Een oud iemand die ook best wel in de war is. Het dochtertje van een bekende politica had voor haar verjaardag een mooie zondagse jurk gekregen. Ze vroeg aan haar moeder, mag ik hem morgen ook aan naar school? Nee, zei hij, want altijd zondag is nooit zondag. Dat geeft al aan dat de zevende dag van de week iets heel speciaals is. Ivonie, die weet zelfs de zondag te behandelen alsof het een grootheid is. Misschien wel de beroemdste dag van de week. Le dimanche, de dag der dagen. Parel aan de kroon der tijd, dames en heren, de zondag. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, Ivo. En van Ivonie even naar die andere leider van het Vrije Westen, Joe Biden. Die was dit weekend in Polen voor een vredesbespreking. En daar zei hij dit over Poetin. We have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light. Of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power. Ja, eindelijk een keer een Amerikaanse president die zegt wat iedereen denkt. He, de politieke correctheid van die vorige president, jongens, niet te doen. Eindelijk. Maar meteen na Bidens speech dacht het Witte Huis, kut, dit was misschien iets te ondiplomatiek. Maar na afloop van de speech haasten medewerkers van het Witte Huis zich te zeggen dat de Amerikaanse president daarmee niet doelde op het omverwerpen van het Poetin-regime. We do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. In this case, as in any case, it's up to the people of the country in question. It's up to the Russian people. Ja, laat dat duidelijk zijn. De Russen kiezen hun eigen president. En soms die van de Amerikanen. En Bidens uitspraak was op zich wel te begrijpen, maar niet zo heel handig. Want zo werkt het bij diplomatie. Je moet het gesprek op gang houden. Hè, zelfs als die tegenstander op dat moment kinderziekenhuizen bombardeert. En dus namen andere wereldleiders al snel afstand van Biden, zoals de Franse president Macron. Ik denk dat je d'abord être factuel en ensuite en effet tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Ja, dit is Macron's strategie. Hij blijft maar praten. Hey Vladimir, dus ja, ik snij dat kaasje open, maar die had blijkbaar in de zon gelegen, dus dat werd een soort plasuur op mijn snijplank. En nou ja, net op dat moment komt een bezoek binnen. Hou op, ik moet een kinderziekenhuis bombarderen. Nee, oké, ik maak het toch even af, Vladimir. Want En ook Jeroen Overbeek die is wel een beetje klaar met Joe Biden. And may God defend our freedom. And may God protect our troops. Ja, deze man kan niet aan de macht blijven, Washington. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, Biden die moet gewoon weg. Hoe gaan we dat aanpakken? En ik vind het toch een beetje raar. Want Biden die loopt al decennia mee. Die heeft een cv van heb ik Joe daar. En dan maakt hij zulke fouten. Ik bedoel, we staan op de rand van een derde wereldoorlog en dan gaat hij dit soort dingen improviseren. Want hier, dit was een paar uur voor die speech. You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Did you make additional commitments? Thank you guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. Gewoon heel hard dankjewel roepen voordat opa ook nog iets racistisch gaat roepen. Thank you, thank you. Nou, Biden die moet op zijn woorden passen, dat weet hij ook wel. Maar ja, als die journalisten maar door blijven vragen. Are you ready to call Putin a war criminal? No. Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Is het nog een slip of the tongue als je er speciaal voor terugloopt? Vroeg iemand nog of ik denk dat Poetin genocide pleegt? Nee?
Vind ik namelijk wel, hoor. Hallo, hallo. En dit gaat een keer mis. Dus even, Joe, ik weet dat je kijkt. Onthoud één ding. De allerbelangrijkste regel van diplomatie. Je mag wel dingen zeggen die overduidelijk gelogen zijn. Hè, complimentjes, begrip, respect, dat soort shit. Maar je mag nooit dingen zeggen die gewoon waar zijn. Zoals Poetin is een lul. Dus als je het even niet meer weet, check gewoon of het waar is. En als het waar is, niet zeggen. En dan iets waar ik heel veel zin in heb. Het is namelijk alweer tijd voor Punch the Host! Yes. Oké. Okay. Punch the Host. De regels die zijn inmiddels wel bekend, denk ik. Maar voor de zekerheid toch nog even 3 kandidaten. Ik ga ze om de beurt beledigen. En degene die het eerst boos wordt en mij een klap geeft, die verliest. Kandidaat 1, nieuwe uitdager, televisiepresentator Renze Klamer. Fijn dat je er bent. Leuk. Leuk om het te zijn. Ja, oké, okay, hij twijfelt. Kandidaat nummer 2 is Joelle van Loon. Joelle. Jij bent 11 jaar oud, je zit in groep 8. Vorige week was je hier ook. Ging het maar net goed, hè, toen ik je moeder een doorgesnoven hoer noemde. Nou, ik ben benieuwd hoe het deze keer gaat, Joelle. Heel veel succes. Als laatste drievoudig wereldkampioen kooivechter, sportschoolhouder en sinds januari eindelijk weer uit de gevangenis, Michael Boot. Michael, jouw 14e keer al in Punch the Host. Je hebt mij nog nooit geslagen. En Mr. Self-Control word je wel genoemd. No offense. We gaan snel beginnen. Eerste ronde. Ronde 1. Ik begin bij jou, Renze Klamer. Dit is een primeur voor jou. Je bent voor het eerst op televisie in een leuk programma. Je ging ooit van de EO naar BNN-Vara, want zelfs God voelde jouw urgentie niet. Maar nu heeft BNN-Vara je ook van de buis gehaald. En even los van alles, ik was wel echt oprecht heel erg kwaad dat ze dat niet eerder hadden gedaan. En ze gooien dat dan altijd op tegenvallende kijkcijfers, maar ik zie het toch meer als meevallende smaak. Kriebelt het al een beetje? Nee? Oké. Je zei deze week in een interview dat je twijfelde of je het in het vak zou blijven of dat je gymleraar zou worden. Maar ja, toen kwam je natuurlijk tot de conclusie dat je als gymleraar wel echt iets moet kunnen. Je speelt ook piano. Of, nou ja, spelen. Mishandelen is misschien meer het goede woord. Jezus, wat was dat afschuwelijk om naar te luisteren. Die piano van de vooravond, die zit nu in een Blijf van mijn lijfhuis. Die gaat straks anoniem zijn verhaal doen bij Tim Hofman. Nog steeds niks? Nee? Trouwens, wat ruik ik, joh? Is dit incompetentie of zo? Wat hier... En je naam is ook al kut, hè? Renze Klamer. Klinkt toch als een sukkeltje? Renze Sukkeltje Klamer. Goed gedaan, Renze Klamer! Geen klap. Lekker bezig. Goed volgehouden, maar nog 16 ronden te gaan, hè? Okay. Dan gaan we naar Michael Boot. Ik wil eerst even iets uit de wereld helpen. Want ik merk uit de reacties vaak dat mensen zeggen dat ik milder ben voor jou dan voor de andere kandidaten. Ervaar je dat ook zo? Nee, totaal niet. Nee, dacht ik ook niet. Ja. Nou, daar gaat hij dan. En komt hij aan. Ja, ik zag jou net aankomen rijden met je auto. Het is een mooie auto, lekker ruim. Maar ik dacht wel, hij is grijs. Maar zou bijvoorbeeld donkergrijs niet ook heel mooi zijn? Hoezo? Nee, oké, grijs is heel cool, inderdaad. Bel. Dank u. De bel. Fijn. Joelle. Gaan we naar Joelle. Joelle, even voor we beginnen. Ik hoorde dat jouw hond vanmorgen is overleden. Ja, ik zag een hele lieve foto van jou met je hond, maar wat een lelijk beest, zeg. Goed dat hij dood is. Jullie zullen wel opgelucht zijn, want zelfs voor een hond zag je er wel echt heel dom uit. Echt. Zo ongelooflijk dom. Echt, hij leek me nog dommer dan Michael. Wat? Was... Kom dan. Oh, kut. Volgens mij is hij weg. Oké, okay, dit was vandaag. Zometeen Sportstudio. NS10 is de gast. Maar eerst nog even dit. De Avondshow presenteert... Ik had er meer van verwacht, mevrouw. Genieten. De hele dorp komt weer tot leven. Het is toch echt... Fantastisch, kijk naar de andere kant, je moet omdraaien. Tot zover. Ik had er meer van verwacht.
Zo, dit was nog maar een deel van de uitzending. Als je de hele uitzending wil zien, maar je kan niet tijdreizen, ga dan nu naar NPO Start voor de hele uitzending. Of als je wel kan tijdreizen, ga dan naar NPO Start van over 10 jaar. Die site die wordt alleen maar beter.